Yo kijkers van Duffy Games, en ten eerste sorry dat deze video zo laat online is gekomen. Natuurlijk heeft ze redenen, niet dat ik het was vergeten of iets, maar het was meer, ik werd vandaag lekker wakker, ik ging lekker ontbijten, douchen, nee, grapje, dat heb ik wel gedaan, maar. En toen ging ik dus even een Hunger Games opnemen, omdat Kevin die benaderde mij op Skype van, hey, waarom is er al geen Hunger Games gekomen, ben je gestopt of wat dan ook? Nee, maar het waren gewoon wat andere series wat ook geüpload moesten worden. Dus vandaar, daarom is vandaag weer één, alleen hij is later dan normaal en dat heeft natuurlijk zijn redenen. En dat komt, ik had dus om een uurtje of 1:30, 2:15 ongeveer opgenomen. Even snel gerenderd en online gezet. Rond 2:30 stond hij al op mijn kanaal. Geen team. En toen, wat er dus gebeurde, was nou iets van 2:55 of zo. Want dan was ik al te laat om hem nog gepland te kunnen zetten. Dus het was iets van 2:50. Dus ik denk van, laat ik eens kijken hoe ver mijn video is. Of ik hem kan online zetten. Qua titel goed, alles weet je wel. Thumbnails en zo, dat soort shit. Dus ik kijk er zo naar. En ik zie in één keer zo'n zin daaronderin staan. En als je zeg maar een zin in het, maar is een beetje oranjeachtige tekst onder je video op staan als partner zijnde, dan weet je dat het niet goed is. En dan is het betekent niet dat het niet goed is dat je meteen je hele kanaal wordt kapot gemaakt. Nee, maar dat je gewoon copyrighted shit in je video hebt. En dat is iets wat je als kanaal die partner is en gewoon waar je alles altijd goed op doet. Dat is iets wat je niet wil hebben of slash wil zien op je kanaal. Dus ik zie dat en ik denk, oh nee, wat nou? Dus ik kijk ernaar, bleek dus dat ik een nummer heb gebruikt wat volgens YouTube copyrighted is. Dat is bij mij natuurlijk alweer heel vaak dat ik zoiets heb van, hoe dan? Want ik heb dat nummer veel vaker gebruikt. Dat was voor mij eerst al een reductie zat van, maar goed, YouTube die zei dat dus en die vond dat dus. En ik ga hier dood. Dus ik ga wegrennen hier, want ik heb nog steeds, nu heb ik pas een zwaard. Holy shit, fuck veel mensen. Maar goed, daarom was het dus mijn video nu zo laat, omdat YouTube zegt van copyright. En dan geeft YouTube ook nog keuzes, hè. Kijk, YouTube is iets van, je laat hem lekker online staan, maar volgens mij krijg je dan gewoon echt fucking problemen ermee. Omdat je dan gewoon het negeert. Je kan de video, dus wat ik doe, verwijderen en een nieuwe gaan maken. Je kan hem gewoon geunclaimed laten, dus dan mag iedereen hem pakken en uploaden op zijn eigen kanaal. En je hebt natuurlijk wel copyright, dus alle rechten ervan vervallen. En je kan de strijd gaan aanvechten met YouTube van, nee, het is geen copyright. Maar als je op dat moment dat doet en het blijkt wel copyrighted te zijn, dan heb je dus echt een probleem. Dan krijg je of een strike op je kanaal, of je kanaal wordt meteen verwijderd wegens liegen doe je dan eigenlijk. Dus ik had zoiets van, oké, dat soort shit moet ik absoluut niet hebben. Want ik heb 0 strikes als het goed is. Wil ik eigenlijk ook zo houden, want ja, het is natuurlijk zonde als je kanaal weggaat voor zulke domme dingen. Dus ik had zoiets van, weet je wat, ik begin wel opnieuw de video. Dus vandaar dat ik dus nu zo laat upload. Maar dan denk je van, als je dan om 2:50 achterkomt, is hij nu klaar of je hebt een hele slechte PC qua render of iets. Nou kijk, op zo'n moment wil je natuurlijk snel dingen gaan opnemen voor je kijkers. En nou ja, goed, laat ik het zo zeggen. De eerste keer dat ik het opnieuw ging opnemen, was, what the fuck, alles hier gewoon loot. Ik moet mensen gaan killen. De eerste keer dat ik alles ging opnemen, was het ongeveer halverwege mijn opname. Wat gebeurt er? De bel gaat. Dan denk je van, ach, de bel gaat. Doet hij even iemand open? Ja, maar als je alleen thuis bent, dan doet er niemand open, zeg maar. Dus dan mocht ik dat gaan doen. Nou ja, dan kom je terug. Dan ben je natuurlijk vermoord. Vrij logisch. Dus die opname kan je weggooien. Dat was zo'n opname van iets van 10 minuten. Toen daarna ging ik een opname doen. Maar omdat ik dus naar beneden ben gegaan, ik weet niet, altijd als ik opsta van mijn computer, doe ik meteen mijn microfoon op mute. Ja, ik heb zoiets van, weet je wel, straks kom ik, holy shit, straks ben ik gewend als ik op Skype zit, meteen microfoon mute als iemand mijn kamer binnenkomt of wat dan ook. Dus, ik heb dus mijn microfoon gemute. Ik was lekker aan het opnemen. Nou ja, jullie weten natuurlijk nu wel wat er was gebeurd. Mijn microfoon die stond nog steeds uit. Dus, ik had een opname gemaakt zonder een microfoon. We hebben geen arrows meer, what the fuck. Ja, die kan ik niet winnen onder water, want hij slaat van onder en ik niet.
Zie je, daar wil hij ook van ondervechten. Zie, ik wist wat hij er ook wil. Hoppatee, motherfucker! Snel. Oké. Okay. Phew. Maar goed mensen, vandaar dus, dat, dan weten jullie dat ook weer. Ik had nog wel een video klaarstaan. Kijk, ik kon ook nog wel gewoon nog een keer Road to the End vandaag online gooien. Maar ik heb zoiets van... Ja, dat kan wel gewoon, dat is natuurlijk geen probleem. Alleen ik heb meer zoiets van, een beetje variatie kan geen kwaad. Dus vandaar dat ik eigenlijk dat niet wou doen. En dat daarom zo laat u. Dus de opties waren er wel om een tijdje video online te gooien. Maar dan hebben jullie al iets wat jullie al eerder hebben gehad. En zo ben ik niet. Nou ja, doe ik wel eens, maar... Er leven nog 5 mensen. Niemand is daar ergens in de buurt. Denk ik wel mijn kompaslijst heen. Alleen ik moet eigenlijk het water even uit. Maar dat kan hier nergens volgens mij. De Blitzstar, ja oké, maar ik wil het water aan jongens. Ik heb watervrees. Dit is te hoog om eruit te klimmen, shit. Kijk hoor. Kokosnotenboom. Maar daar is wel het strand, dan kan wel daar naartoe zijn. Dan ga ik gewoon niet op. Hierboven is die man. Kijk, da. Ik voel me net zo'n octopus hieronder houden. Ja, 3 mensen. Ik denk dat ik wel in de deathmatch zit. Lijkt me vrij logisch. Alleen of ik dat ga halen, dat weet ik natuurlijk niet. Het zou natuurlijk wel leuk zijn. Weet je, na zoveel shitopnames dat het dan in één keer boem goed gaat. Oh, dan moet ik vanmiddag ook nog Tekken op gaan nemen. Ik hoop toch dat dat wel goed gaat. Als dat weer fout gaat, dan heb ik weer een rage quit. Even zien. Hier ergens is iemand. Als ik zo een beetje weeg, gaat die kompas al meteen helemaal gek doen. Oh, daar is die. Kom maar. What the fuck? Nee, heeft geen zin. Oké, we zitten in de deathmatch. Gold gear en bronzen gear. Deze heeft een... Alright. Voor mij gaan ze alle 2 op mij, zo ziet het er wel naar uit. Voornamelijk deze fan, die wil graag op mij. What the fuck? Duidelijke force fielder. Ik weet nodig. Waarom ook dat vuur nog? Ik weet nodig, weet niet meer, maar ze hebben andere hacklines. Dit was duidelijke force fielder. Maar dat maakt helemaal niet uit, mensen. Ik bedank jullie voor het kijken naar. Wat gebeurt er nou? Oh, ik word hier naartoe gezet. Naar deze video. Vond je dit nou leuk? Vergeet groen duimpje aan te klikken. Vergeet even op abonneren te klikken. En laat ze in de reacties achter of jullie ook wel eens hebben dat zo vaak zoveel dingen zeg maar misgaan op achter elkaar. En dan check ik jullie de volgende keer en dan zie ik dat ik 118 kills heb, 890 coins en 3 wins. Fucking yes! Later!